Hey, ik was 2 weken geleden kwam ik een nieuwsbericht tegen van een guy die had dus in Amerika. Je hebt in Amerika een 3 strikes is out. He, dus zeg maar drie overtredingen, je gaat gewoon levenslang de bak in. Nou, er is een volgens mij is Louisiana. Dus als je drie keer bent veroordeeld, dan krijg je dus voorwaardelijk. Als je dan nog iets doet, dan ben je de pineut. En er was dus een guy die houdt van blowen. Net zoals dat we dat hier in Nederland gewoon openlijk doen. Maar deze guy die werd dus gepakt met 2 pounds of weed. En die zit nu dus gewoon voor de rest van zijn leven in de gevangenis. Ja, maar dat is toch heel lui. Als je gaat van 3 strikes you're out. En dan geef je hem eerst 3 keer voorwaardelijk. Ja. En dan opeens van de hele andere extreme geef je hem gewoon life. Ja, hij heeft wel een paar keer gezeten natuurlijk. Ah, voor okay. Die eerdere strikes. Maar dus bij die derde, toen hij uiteindelijk vrij kwam. Was hij dus voorwaardelijk vrij. Dus van als hij nog 1 ding deed. Ja, precies. Ik hoorde, was 10 jaar geleden of zo. Bij Engels moesten we uit van die tijdschriften lezen. En er was dus een guy. Daar hoorde ik voor het eerst van de 3 strikes is out. En hij had dus 2 strikes. En hij was dus een huis aan het beroven. En hij had dus zo'n televisie, die hadden die uit het huis. Maar toen hadden we nog geen flatscreens, toch? Dus het was gewoon big ass television. Dus hij zo bap, loopt ineens, stoot hij tegen iemand aan. En die televisie valt dus op de voet van die persoon, wat dus een politieagent blijkt. Vaja. Is hij gewoon aangeklaagd gewoon voor het mishandelen van een politieagent. Wow. Niet eens voor het... Nee, niet eens voor het stelen. Gewoon, wow. Dus hij heeft gewoon levenslang gekregen, omdat hij tegen een politieagent Over levenslang gesproken. Ja. Ik kwam een artikeltje tegen dat de Spanjaarden nu iets hebben uitgevonden. Dat met een bloedproefje je levensduur kan voorspellen. Ja, okay, ik hoorde je daar al over. Ja, wat kwam met dat? Ja, €500 ongeveer in 2012 kan je een bloedtest kopen die de lengte meet van de, ik lees het even voor, telomeren. Dat zijn uiteinden van chromosomen en die korter worden naarmate een mens ouder wordt. Dus aan de hand daarvan kunnen ze zien, je hebt ongeveer nog 53 jaar te leven of zo. Okay, dat is wel heavy. Ja. Maar dat is net als die film The Ring, toch? Je wordt gewoon gebeld met die film ziet van, je hebt nog 7 dagen. Maar zijn er al voorbeelden van geweest? Dat, Nee, maar het is nu uitgekomen, nu zeg maar ontdekt of uitgevonden. En in 2012 kan je gewoon voor een halve rug kan je dat kopen om te zien. Maar ja, wie wil dat weten? Nee, toch, voor 5 barkie. Niet. Zou je dat willen weten? Nee. Absoluut. Ja, George, nee, jij ziet daar helemaal niks in? Nope. We gaan sowieso wel dood, dus om nou precies te weten wanneer, haalt een beetje de show uit je Libby. Ja, oké, dat kan ik me voorstellen.